Het is weer de eerste maandag van oktober. Dat betekent dat de grote visbeurs weer gehouden wordt. Wij maakten met Eemland 1 een reportage van wat mensen die leuke dingen over de beurs kunnen vertellen. Michel, jij bent bij de net binnen geweest. Wat vond jij van deze beurs? Ik vond het wel leuk. Ja, het is staan alles mooi. Als je wil gewoon iets veranderen met de zaak, dat is het gewoon echt leuk. En je krijgt ook meer advies binnen, wat je kunt gewoon verbeteren. En dat vond ik echt hartstikke interessant. Jij hebt zelf ook een visbedrijf? Ja, ik heb zelf een visbedrijf. In Enkhuizen, bij de haven, tegenover de station. En heb je ook wat nieuwe dingen gezien vandaag om te verkopen? Ja, ik heb meerdere dingen gezien. En ook, kijk, ik gebruik nu met... ik heb dingen die ik gezien met digitale, die je kunt gewoon zo meteen veranderen met de zaak. En dat vond ik echt interessant. Dus ik ga gewoon kijken wat we gaan gewoon doen. En als we praten over producten... Ja, de producten zitten gewoon goed. En ja, wat ik heb gezien binnen, ik vond het wel mooi en interessant. Frans van Koelewijn Haring, hoe is het op deze beurs? Heel goed. Het is een hele mooie beurs, een goede aanloop. Dus we zijn tot nu toe zeer tevreden. Jullie hebben al veel mensen mogen begroeten hier. Ja, heel veel mensen, bestaande klanten natuurlijk, wat nieuwe klanten te woord mogen staan. Dus we zijn zeer tevreden. Levert dit nou ook nog weer nieuwe klanten op zo'n beurs? Niet veel hoor. Het zijn voornamelijk je bestaande klanten die je behartigt. En er zijn wel wat aanvragen natuurlijk van eventuele potentiële nieuwe klanten. Maar het is voornamelijk bestaande relaties onderhouden. Kunnen mensen ook nieuwe producten zien wat nog nooit op de beurs geweest is? We hebben sinds kort de gesneden pollak, Diepries, onder eigen merklabel. Die hebben we daar in de hoek staan. En we hebben ons eigen merk, het Excellent merk. En dat proberen we steeds verder uit te breiden. Want ja, alles wordt natuurlijk duurder, dat hoor je wel eens. Is het voor de gewone mensen niet heel erg moeilijk om nog deze vissoorten te kopen? En dan praat ik even over de mensen die op het lage niveau zitten. Nou ja, wat wij proberen te doen is de prijs acceptabel te houden, maar we willen geen concessie doen aan de kwaliteit. Dus onze kwaliteit staat hoog in het vaandel. En er zijn ook diverse soorten vis natuurlijk, er zijn wat meerdere duurdere vissen, maar ook goedkopere vissoorten. Dus we proberen het hele assortiment aan te bieden, dat voor iedereen wat is. Maureen, jij komt speciaal uit België. En met welke lekkere dingen sta jij hier? Met kroketjes. Artisanale kroketjes, gemaakt met liefde en passie. Voor mensen die houden van smaak en kwaliteit. En wat is de vulling van die kroketjes? Wij hebben ongeveer een 60-tal smaken die courant verkocht worden. En natuurlijk de Hollandse harnaal mag niet ontbreken. En ja, die smaakt heerlijk. En hoe zijn jullie terechtgekomen op deze beurs? Wij kregen de vraag van een Hollandse, of mag ik meer een Nederlandse vishandel, die zei, ik ben verzot op jullie kroketjes. Meer van de Nederlandse bevolking, maar voornamelijk de vishandels, moeten die kroketjes leren kennen. Kom eens naar Spakenburg. En wij komen naar Spakenburg, ik moet eerlijk zeggen, wat een prachtige locatie. Echt mooi. Super. En kunnen de mensen dit nu ook bestellen voor hun zaak al? Of is het alleen nog even kennismaken ermee? We hebben nu een kennismakingronde. Maar er zijn al heel veel mensen die echt willen bestellen. En daarmee zijn we met een aantal mensen aan het spreken om het effectief te laten verdelen in Nederland. En wat vindt u zelf de grote favoriet van het gevulde kroketje? Kalfsweezerik. En de harnaal. En wat wordt tot nu toe het meest besteld en verkocht bij jullie? Harnaal en kaas. Dat blijft een topper. Maar wij zien ook dat er enorm veel andere smaken, zoals kreeftkroket, oesterkroket. Dat wordt allemaal besteld. Dus we hebben er heel veel.
Jacob van Jan, die kan natuurlijk niet ontbreken op deze beurs, hè? Nee, dat vonden wij ook niet. Hoe loopt deze dag tot nu toe voor jullie? Hij kwam langzaam op gang, maar het begint nu lekker druk te worden. Dus we zien heel veel mensen die we al kennen, maar ook wat nieuwe gezichten. Wat dat betreft is het heel erg leuk en mooie dag. Hebben jullie ook nog wat nieuwe producten dit jaar op de beurs? Jazeker. Wij hebben een makreel pikant kroket ontwikkeld. En die laten we nu proeven aan iedereen. En vanaf vanmorgen dan verkopen we. En dat gaat zeker een verrassende primeur worden. Want dat is er nog niet zoveel in Spakenburg, toch? Deze kroket? Nee, die bestaan nog niet. Nee. Dus daar waren heel veel mensen heel nieuwsgierig naar. En hij wordt goed ontvangen. Bijna iedereen vindt hem lekker. Levert dit nou ook nog weer nieuwe klanten op deze beurs? Of is het meer bestaande klanten te ontmoeten en relaties bijpraten? Aan elke beurs hou je wel een nieuwe klant over. Maar het belangrijkste is dat je jezelf laat zien. Dat je er bent en wat je allemaal kunt. Waar bent u precies aan bakken, mevrouw? We zijn een makreel pikantje kroket aan het bakken. Ik moet dat altijd goed over nadenken. Het is een hele mond vol. Maar dat is ook de kroket, hè? Die is ook vol. Het is ook nog nieuw op de beurs, toch? Dus dan moet je even aan wennen aan de naam. Ja, zeker, we hebben dit gewoon als nieuw ontwikkeld voor de beurs. Weet je, het is leuk als je een primeurtje hebt. We zijn natuurlijk groot met de paling. Palingrokerij, makreel, garnalen. Maar dit hebben we gewoon als leukigheidje voor de beurs laten ontwikkelen. En hoeveel heeft u er al gebakken vandaag? Heel veel, heel veel. Het wordt heel goed ontvangen. Het is gewoon leuk. En wat is heel veel? Moet ik dan denken aan 100? Oh, wel meer. Wel meer. Kijk, ik schat het niet, maar zeker. We hebben dozen van 50. Nou, ik denk dat ik er al 10 dozen weggebakken heb. Dus 500 sowieso. En dan is de dag nog genees om. Dat, ja. En nu krijgen ze honger, dus kun je nagaan. Klaas, ja, jij staat hier voor het eerst op deze beurs. Ja, klopt. Wij staan hier voor het eerst. We leveren hier al 12 jaar in Spakenburg. Maar we hebben besloten om nu toch voor het eerst hier te gaan staan om voor de klanten, ook voor de bending en misschien potentiële nieuwe klanten op te doen. En waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Urk. Ja, uit Urk. Dus daar hebben ze ook hele goede visweters hier in Spakenburg, hè? Ja, we onderscheiden ons met de kwaliteit en de verse vis, ja, durf ik bijna haast wat te zeggen, is er niemand beter dan ons. Zegt hij lachend. Ja, absoluut. Ja, en, we kennen onze eigen krachten. En heb je ook nieuwe klantkennis meegemaakt of is het meer de bestaande klanten? Nou, we hebben de bestaande klanten gesproken. Dat was even leuk contact hebben. En ja, we hebben potentiële nieuwe klanten gesproken. Die graag willen dat we ze morgen of in de loop van de week bellen. Dus ja, wie weet wat dat uitwerkt. Maar dat is afwachten wat de toekomst brengt. En wat is jullie specialiteit? Wij zijn heel sterk in onze kabeljauw en zalm. Supermooie verse vis, kwaliteit, heel hoog. En eigenlijk het totaalpakket voor de visboer. Ik ben op deze mooie dag bij de organisatie van deze visbeurs. Ruud, jij was jarenlang hier voorzitter van. Jij hebt het stokje overgegeven, heb ik vernomen. Ja, inderdaad. Na 33 jaar, 16e editie. Het is tijd voor verjonging. Ook omdat ik andere werkzaamheden, maar dat staat er even los van. Het is gewoon goed dat er een jonge ploeg weer met een frisse blik naar die beurs kijkt. Nou, en ik vind, als je dan de beurs ziet zoals hij er vandaag weer bij staat, ten opzichte van 2 jaar terug. De tent in het nieuw, de vloer in het nieuw. Als je ziet aan materiaal wat er in zo'n beurs staat, bedrijven, hoe ze in zo'n dag investeren. Nou, is er weer een mega prestatie, maar in dit geval door de jonge garde, de nieuwe garde neergezet. En zijn er ook nieuwe producten op de beurs te zien? We hebben er wel een paar even kennis mee gemaakt. Maar wat is het over het algemeen de indruk waar de bedrijven mee komen? Ja, meer in verduurzaming, heel belangrijk. Efficiëntie, dus de machines. Denk aan vaatwasmachines, denk aan bakovens als het gaat om duurzaamheid. Dus de arbeid is en duur en schaars. Dus het is echt zoeken om het werk gedaan te krijgen. Ja, en daar mechanische middelen voor in te zetten. Los van de markt, kijk eens naar verpakkingsmachines die vroeger voor de detailhandel onbereikbaar waren. Nou, daar heeft de industrie echt wel een antwoord op gevonden. Tegenwoordig ook de visdetailhandel maakt prachtige maaltijden, kant en klaar. Dat is de markt van de toekomst.
En als je die machines hier, dan kan een keuze gemaakt worden ja, welke richting je op wil als visspecialist. Dat is ook het thema, hè? Creëer je toekomst. Nu we het over de toekomst hebben, Ruud, wat vind jij dat steeds meer jongeren voor een andere sector kiezen? Ja, maar daar heeft de hele ambachtelijke sector mee te maken. Dat is, die trends hebben we meer gehad hè, in het verleden. Ik denk aan de 80e jaren en 90 was het eigenlijk een beetje de trend van ja, als je niks meer kon, dan werd je visboer. Of nou, tegenwoordig moet je heel wat in je mars hebben om overeind te blijven als visspecialist. Ja, dat zijn trends waar je mee te maken hebt en die we moeten keren op een of andere manier. Ja, daar gaan we ons best voor doen. Het blijft een prachtig vak, het blijft een prachtig product en het zullen ongetwijfeld altijd mensen zijn die daarin geïnteresseerd zijn. Het is ook een gezonde sector, dus er wordt ook gewoon nog goed geld verdiend. Je kan je nog als ondernemer zeker je brood nog steeds goed verdienen in de vishandel, mits je hard werkt. En dus die toekomst is er zeker. Hoe ziet u dat als nieuwe voorzitter, dat de jongere generatie denken van nou, als ik de vis in ga, dan moet ik om 4 uur 's nachts al op. Ik kies wel lekker voor iets dat ik om 10 uur kan beginnen. Er is best wel een doelgroep die dat best nog wel leuk vindt en ambieert. We hebben schoolopleidingen, de vakopleidingen hebben we. Daarmee, je hebt een doelgroep die is theoretisch en je hebt een praktische doelgroep. Nou, die proberen we hier te krijgen. We hebben nu vandaag de Oswende College gehad met 65 leerlingen. Om kennis te laten maken wat in die visbranche allemaal mooi is en aantrekkelijk is. Er is genoeg te doen op het vak. En dan kwamen ze er wel achter dat wij vernamen van, nou, dit is helemaal wat. Dit is niet alleen maar een beetje een visje schoonmaken en aanwassen. Dit zit er veel meer in. En het totaalvak is gewoon een prachtig product om te doen. Hoeveel bedrijven hebben er nu gestaan? Of staan hier vandaag? 106. Heel variërend van nou ja, visproducten tot toeleveranciers van aanverwante artikelen, meelbloem, sauzen. Komen zelfs ook van buiten Spakenburg, heb ik gemerkt. Ik denk van Groningen tot bijna nou, Mokerupak, Maastricht. Dat is net allemaal van Barneveld geworden. Maar het hele land komen ze overal vandaan. En jij gaat voor de verjongingszorg in bestuur, heb ik net van Ruud begrepen. Ja, dat klopt. Ik ben nu landelijk voorzitter van de Vereniging van Visspecialisten. De landelijke organisatie waarvan SVV eigenlijk de subvereniging is. En wij zien hier ja, echt iedere 2 jaar toch weer een fantastische doelgroep groeien. En ook ja, alleen maar blije gezichten vandaag. Want het is, behalve dat het mooi weer is, is er gewoon echt wel kennis en mooie spullen te halen. Bent u tevreden over het bezoekersaantal dat er tot nu toe geweest is? Het is nu 4:30, maar ik heb al nou, echt grote groepen mensen binnen zien komen hier. Ik sta er altijd weer versteld van. Als je ziet wat hier weer op afkomt. Het is eigenlijk een heel ja, kleine sector in de zin van 1300 ambachtelijke bedrijven landelijk. Nee, ik denk dat wij gewoon wel een mooie vertegenwoordiging hebben. En dat de mensen hier ook echt wel wat moois kunnen vinden. Kijk naar prachtige verkoopwagens. Alles is gewoon aanwezig. Wat begonnen is met één aansluiting van 220 hoor ik vanmorgen. En een paar mannen en een paardenkop. Is nu gewoon echt een volwaardige beurs. Die ja, landelijk gezien echt wel hoog gegooid. En gaat u ook gezien de verjonging die u dan bewerkstelligt voor nieuwe dingen zorgen volgend jaar? We zijn eigenlijk, dat is wel een beetje mijn taak om de innovaties ook een beetje te dragen. We zijn ook bezig om een nieuw product te ontwikkelen ook vanuit de branche en vanuit de vereniging. Wat inderdaad ook het duurzaamheidskeurmerk heeft. Het is, ja, ik denk dat we ook niet anders kunnen. Wij moeten gewoon zorgen dat we de mensen informeren, enthousiasmeren en ja, een aangenaam aanbod realiseren voor de klant. Hans van Vispartners, hoe loopt de beurs tot nu toe? De beurs loopt goed, lekker druk, lekker gezellig en veel animo dus. Hebben jullie nou ook nog nieuwe klanten gemaakt op deze beurs? Ja, als het goed is wel ja. Dat gaan we morgen allemaal in kaart brengen of dat rond kan komen ja. Maar we hebben wel goede connecties opgedaan. En wat is nou de specialiteit van jullie bedrijf? Eigenlijk dat we van A tot Z leveren voor een viswinkel. We leveren dus van sauzen, marinades, verse vis. Alles wat een viswinkel nodig heeft, zelfs verpakkingen, alles hebben wij in ons assortiment. Twee oude voetbalmaten ook op de visbeurs aanwezig hier. Ja, Jan, ik ken Jan van vroeger van IJsselmeervogels. Jan die stond op de spits. En ik kwam net uit de A-junioren.
En dat was het lessenjoer van de tweede klas. Dat was toen nog het hoogste. En nu op de visbeurs, heb je nieuwe dingen gezien vandaag? Nou, de nieuwe dingen die zijn tegenwoordig, ik ben niet zo modern. Want je weet dat ik een palingroker ben, en westerdroker en zalm. Dus ik hou van een ouderwets product. Maar je ziet steeds moderne producten, kant-en-klaar. En dat is niet mijn afdeling, maar je moet wel met de tijd mee. Maar ik heb mijn viskaart verkocht en ik doe alleen maar rokerijen. En wat vind jij van deze beurs, Jan? Ik vind het altijd geweldig mooi. Dus ik kom hier heel graag. Maar net gauw wat, dan gaan we altijd wel even een bezoekje brengen. Dus jij vermaakt je hier uitstekend op deze beurs? Ik heb altijd ruizen naar mijn zin. Gezellig, even een pultje drinken met elkaar. Ja. Beste mensen, heel gezellig. Tessa, ja. Jij bezoekt deze beurs. Wat vind jij hiervan? Ja, een heel gezellig dagje. We zijn hier met collega's en we maken er een heel gezellig dagje van. Wat is tot nu toe het mooiste wat je gezien hebt? Nou ja, ik moet zeggen dat ik hier net binnen kom lopen. Dus ik heb nog niet heel veel gezien. Maar ik vind de wagens aan het begin echt heel mooi. Hoe dat allemaal zo staat, hoe modern het allemaal is. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Je komt ook uit... Dit werk doe je ook? Ja, klopt. Ja, op vrijdag en zaterdag werk ik op de markt. Wat vindt u tot nu toe van deze beurs? Ja, supergezellig weer. Zoals altijd natuurlijk. Maar ja. Heeft u ook nog nieuwe dingen gezien? Nou, nee, het is al, ja, dingen die vernieuwd worden. Niet echt nieuwe dingen, maar wel net een ander smaakje of een andere marinade. Wel leuke dingen om uit te gaan proberen, ja. Noah, wat vind jij van deze mooie beurs? Ik vind het een prachtige beurs dat weer na 2 jaar mag plaatsvinden. Met allemaal visliefhebbers, visdetaillisten en allemaal mensen die een passie hebben voor vis. En het zijn allemaal vrolijke mensen die je tegenkomt? Zeker, tot nu toe wel. Het is hartstikke gezellig en mensen zijn in een goede sfeer. En zijn er ook nieuwe dingen, nieuwe producten te proeven op deze beurs? Ik denk het wel. Wij hebben zelf onze oysteroester mee. Een hele mooie Ierse oester die we aan de mensen laten proeven. En wij delen eigenlijk alleen de oesters uit vandaag. Maar voor de rest hebben we samen met onze partner Visgroothandel De Jong uit Urk hebben we een hele mooie stand. Wat vind je van het bezoekersaantal? Ik denk dat er een prachtig bezoekersaantal vandaag is opgekomen. Er zijn veel mensen geweest, maar het is nog niet klaar natuurlijk. Dus ik ben nog benieuwd wat er de laatste 2 uur komt. En als dat om is, wat gaat er dan gebeuren? Ik denk dat veel mensen een drankje zullen doen en ook zullen bijkomen van de beurs. En wat ga jij doen? Nog meer dan 2 uur naar huis rijden. Heren, smaakt dit wat jullie te eten hebben gekregen? Jazeker. En wat is dat precies? Nou, voor mij broccoli, rijst, zalm. Allemaal lekkere dingen. Ja, maar dat is hier wel goed verzorgd op deze beurs, hè? Ja, zeker weten. Heeft u deze beurs al vaker bezocht? Dit is de eerste keer. Ja. En wat is uw algemene indruk? Nou, dat je veel kan proeven. Dat vind ik wel erg leuk. Ja. Maar drinken ook wel, toch? Zover ben ik nog niet. Oh, u gaat nog even verder zo. Nou, ik weet niet wat ik aangeboden krijg. Dus, Malou, wat doe jij op deze mooie beurs? Wij zijn van winkelmanagement en wij voeren voor de VNV de visscan uit. Dus dat betekent dat visondernemers een visscan kunnen afnemen. En die visscan die zorgt er eigenlijk voor dat de bedrijfsblindheid eigenlijk verkleind wordt. Dus we maken eigenlijk een scan van het bedrijf. Die bestaat uit 2 onderdelen. Onderdeel 1 is een praktisch onderdeel. Dat wordt door een van de ambassadeurs van VNV uitgevoerd. En deel 2 is een theoretisch deel. Dan gaan we kijken naar de cijfers, we kijken naar personeelsmanagement en we kijken naar marketing. En deze onderdelen die maken eigenlijk een compleet beeld om te kijken van nou, waar kan het beter en waar gaat het ook al heel goed. Het heeft dus echt een hele constructieve werking, want ja, iedere ondernemer is altijd op zoek naar hoe kan het beter. En voor hoeveel ondernemers doen jullie dit? We hebben er inmiddels al, ik denk zo'n 45 gehad. En ook op deze beurs hebben we er weer een aantal gratis weggegeven. Maar mensen kunnen zich ook zelf aanmelden. Nou hebben wij vandaag ook de organisatie gesproken. Want er leeft ook best wel eens een beetje in Nederland dat steeds minder jongeren in de vis willen gaan. Het is 4 uur 's nachts op. Die kiezen veel liever een ander beroep. Hoe is jullie mening daarover?
Wij zien dat ook. Wij zien dat ook gebeuren. Eigenlijk is onze conclusie wel dat goed werkgeverschap is belangrijker dan ooit. Je moet tegenwoordig goed nadenken hoe je personeelsbeleid in elkaar zit. Je moet ook goed nadenken hoe ga ik mensen aantrekken. Dus daar moet je gewoon over nadenken. Een vacature vroeger zetten, joh, we zoeken een harde werker, kom jij ons team versterken? Ja, dat is niet meer van deze tijd. Je moet daar echt over nadenken. En je moet ook gaan nadenken van ja, dat personeelsbeleid, hoe zit dat nou bij mij in elkaar? Ben ik wel professioneel genoeg? We zien namelijk genoeg slagerijen, maar we zien dat dus ook in de vis, die gewoon ruim een miljoen draaien per jaar. Maar die eigenlijk hun hele personeelsbeleid niet op orde hebben. En wat is jullie beste advies dan om die jongeren zo aantrekkelijk binnen te krijgen in een bedrijf? Nou, wij halen ook veel informatie uit onderzoeken. Nou, uit onderzoek blijkt ook dat een goed salaris is, een goede beloning is nog steeds heel erg belangrijk. Maar daarnaast zijn ook secundaire arbeidsvoorwaarden heel erg belangrijk.